Blijf weer mooi gezongen en de twee geweldige dansers ontzettend natuurlijk. Gedaan, fantastisch. Kom maar ook gezellig bijstaan. Tess. Hoe vaak hebben jullie dit nummer, of hoe vaak heb jij dit nummer nou al gezongen? Ja, dat weet ik niet hoor, heel vaak. En zij zijn altijd bij je? Ja, toch heel vaak. Wel niet altijd, maar zoveel mogelijk. Meestal wel. Ja. Hey, jij hebt een keer de Kids Top 20 mogen presenteren en je eigen nummer mogen aankondigen. Hoe was dat? Dat was erg leuk. Ik was een beetje ziek toen, dus het was allemaal een beetje vermoeiend wel, maar het was erg leuk. Ik vond het erg leuk om te doen. Oh, hey, weet je nou eigenlijk precies hoe lang je staat in de Kids Top 20? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Wij hebben iemand gevonden die het wel weet. Kijk maar even mee. Hey Tess, nou, je weet natuurlijk helemaal niet waarover dit gaat, dus ik hou je niet langer in spanning. Weet jij al hoe lang je in de Kids Top 20 staat met jouw single First Kiss? Nou? 24 weken, dat is bijna een half jaar en dat is een record. Daarom mag ik jou als nieuwe presentatrice van de Kids Top 20 deze fantastische beker overhandigen. Gefeliciteerd, heel veel succes dat je nog maar heel lang in de Kids Top 20 mag staan. En hopelijk tot snel. Doeg! Want het is ongelooflijk. 24 weken. Dan ga je gewoon echt mensen zoals Madonna, Marco Borsato, ga je allemaal voorbij. Ongelooflijk. Applaus! Ja! En nog even. Er staat hier ook op. Langstgenoteerde. Kids Top 20, artiest 2006-2007. Nou, dat is echt te gek. 2008-2009. Hé, maar Tess, toch zijn wij wel benieuwd wanneer we weer een nieuwe single van jou kunnen verwachten. Ja, die komt eind april, mijn nieuwe single. En kom je dan hier weer optreden voor ons? Ja, misschien wel. Oké, nou in ieder geval ontzettend bedankt. Hey, veel succes. Tess, bedankt! Alsjeblieft.